En we zijn terug. Vandaag meer F1 2021 League Racing. En deze keer vanaf Amerika, zoals ik in mijn vorige video heb aangegeven. Niet mijn favoriete baan, maar na mijn voorbereiding had ik er wel een goed gevoel over. Voordat we gaan beginnen aan mijn snelste kwalificatieronde, hierbij nog snel de stand van het kampioenschap. We kijken vooral naar de virtuele stand, want dit is de stand dat telt aan het einde van het kampioenschap, want je slechtste resultaat telt niet mee. Op dit moment sta ik in de virtuele stand als eerste, maar ik heb al één keer een slecht resultaat geboekt door 0 punten te scoren op Singapore. Door de overige twee races te winnen op Rusland en Japan staan we op dit moment dus eerste. Het is dus belangrijk om verder goede resultaten te halen en elke race punten te scoren, want ik ga vanwege vakanties nog minimaal één race missen in het elite kampioenschap. Dat zijn dan al twee nulpuntscorers en daarom mag het vanaf nu niet meer fout gaan en geeft de titel van vandaag weinig hoop, maar dat is voor iets latere zorg. Mijn kwalificatieronde op Amerika is zoals bijna altijd, want ik ben geen alien zoals Jarno Opmeer of een van de andere e-sporters, niet perfect. Een paar foutjes qua insturen, iets te vroeg of te laat op het gas en over het algemeen een vrij slordig ronde. Toch zien de sectortijden niet verkeerd uit met de paarse eerste sector. Daar was ik al behoorlijk verbaasd over. Sowieso was ik vrij verbaasd over het feit dat ik op dit moment in de eerste tijd heb staan. Want mijn vorige ronde was gewoon niet goed. Vooral sector 1 door de S's ging helemaal verkeerd. En dat ging deze ronde iets beter. Nog steeds iets te voorzichtig eigenlijk. Maar ik wist dat er in de rest van de ronde ook nog genoeg tijd te pakken was. De hairpin, na het lange rechte stuk, daar ben ik in mijn eerste kwalificatieronde gespind. Dus ook daar is het even extra alert zijn. Maar deze ronde komen we daar prima doorheen. Ik had de bocht nog iets meer kunnen afsnijden. Maar over het algemeen was deze niet verkeerd. En dan krijg je ook nog de laatste twee bochten na de doordraaien. Waarin de eerste blind instuur is en hopen dat je deze goed hebt. En dan de laatste bocht met enorm veel onderstuur. Waar je voor mijn gevoel altijd eerder moet remmen dan je denkt. Uiteindelijk hebben we een ronde gereden op Amerika in 31.9. Wat weer net genoeg was voor de pole, vlak voor race case. En ook de nummer 3 zit binnen een tiende van een seconde. Dat laat me weer zien hoe close het is in de Elite League. En dan gaan we nu naar de start van de race. We gaan weg vanaf pole en tel maar mee. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. En daar gaan we. Helemaal verkloot. Maar we kunnen nog wel verder, toch? Want volgens mij hebben we op dit moment nog geen schade. Want we zijn nog steeds niet hard geraakt. I am stupid. I am stupid. I switch off everything.